De eerste Rijksbouwmeester ontstaat rond 1800. Aan de macht in Nederland is dan Lodewijk Napoleon. Hij vindt de kwaliteit van de architectuur hier in Nederland eigenlijk onder de maat. En hij haalt uit Frankrijk de Parijse architect Thibault. Hij stelt deze aan het hoofd van de dienst Koninklijke Gebouwen. En daarnaast geeft hij hem ook de opdracht om zich te bemoeien met de opleidingen voor bouwkunst. Sinds 1972 is de Rijksbouwmeester eigenlijk alleen maar adviseur en bouwt deze zelf niet meer. En ook de grote opgaven, maatschappelijke opgaven, waar de stadsbouwmeester zich mee bezighouden, zien we ook terug bij de Rijksbouwmeester. Deze grote complexe opgaven op het gebied van energie, maar ook de biodiversiteit, de landbouw, woningbouw. Dit zijn opgaven die vragen om verbeeldingskracht en ontwerpkracht. In de jaren 80, de stadsvernieuwingsperiode, was grote behoefte aan woningbouw van goede kwaliteit. Er zijn toen allerlei initiatieven genomen door bijvoorbeeld de wethouders van Den Haag en Maastricht en Groningen en Amersfoort om daar verbetering in te brengen. En tegelijkertijd schreef oud-Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra een essay over hoe kan je ruimtelijke kwaliteit nou beoordelen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de eerste architectuurnota van het Rijk. Daarin werd ook voorzien in een instelling die daar ondersteuning bij zou bieden. Dat is de Stichting Architectuur Lokaal geworden. Vanuit Architectuur Lokaal zijn we gaan kijken in de Nederlandse gemeenten waar mensen actief waren om bij te dragen aan het gemeentelijk architectuurbeleid, aan de ontwikkeling daarvan. En toen hebben we in allerlei steden mensen gevonden die daar als stadsbouwmeester werkzaam waren. Dus die hebben we toen bijeengebracht. En sindsdien komen al die bouwmeesters geregeld bij elkaar. En dat is al met al echt van belang om gezamenlijk het beleid in Nederland en de kwaliteit van de steden verder te brengen. De functie van de stadsbouwmeester is de afgelopen eeuwen veranderd in Nederland. Eigenlijk de relatie die de stadsbouwmeester heeft met het openbaar bestuur niet. Maar bij de functie zien we dat de stadsbouwmeester in het begin vooral bij publieke gebouwen betrokken was. Daarna bij de stadsuitbreidingen aan het einde van de 19e eeuw. En tegenwoordig bij veel complexere opgaven. Als je de steden van 30 jaar geleden vergelijkt met hoe de steden er nu uitzien, dan is er een groot verschil, dat kun je echt niet voorstellen, hoeveel er aan ruimtelijke kwaliteit is gewonnen. Maar ik maak me ook echt grote zorgen over de toekomst van het architectuurbeleid en de ruimtelijke kwaliteit. We zien dat de aandacht daarvoor op rijksniveau afneemt en ook de stimuleringsfondsen hebben daar beperkte aandacht voor. Terwijl ik toch denk dat het erg belangrijk is, juist met de opgave, dat de overheden blijven investeren in ruimtelijke kwaliteit. En daar is ook echt de inzet van ontwerp en ontwerpkracht voor nodig. En daar is zeker ook een rol voor de bouwmeesters weggelegd. Floris heeft wat mij betreft geweldig bijgedragen aan het agenderen van opgaven op lokaal niveau. Hij is ook echt het land ingegaan. En daar wil ik in ieder geval Floris hartelijk voor bedanken dat hij dit op gang heeft gebracht.